Uit dit plaatje is wel te zien dat aardappelcisteraaltje een wereldwijd probleem is. Vandaar dat we graag recensie in de nieuwe rassen willen hebben. Ik ben nu bezig om knolletjes te zoeken voor AM-onderzoek. Knolletje voor de AM. Doscontainer voor onderzoek. Bij HLB gaan de knollen in kleine containers waar een ijssuspensie aan toegevoegd wordt. Na een aantal weken ontwikkelen er cisten op de wortels van de vatbare knollen. Dit is een vrij goedkoop en schoon onderzoek. Een vervolgonderzoek met planten in potten en uitspoelen van de cisten is veel betrouwbaarder, maar natuurlijk arbeidsintensief en kostbaar. Bedankt voor het kijken.